cruisers zijn toch altijd ontzettend mooie bootjes. Hier de Geertruida. Een heel oud schip van een Lufthansa piloot. Uit een voormalig Lufthansa piloot uit Duitsland. Die woonde in Spanje. En voer daar het bootje echt alleen tijdens zijn vakanties. Nadat hij overleden was, heeft de huidige eigenaar het weten te bekomen. Vrijwel ongebruikte staat was het toen. Ooit is er nog een tocht meegemaakt door de huidige eigenaar van Coaster Slow. Die toen wist dat hij zeker een Drascom wilde. Het stuur op de riem is altijd een beetje lastig als je korte riemen hebt. Het allerhandigste is om hele lange riemen te hebben, zodat je staand vanuit de kuip een klein beetje kan sturen. Maar dit is heel netjes, hier gaat het gewoon onder fok en druil. En eigenlijk moet je de boot zo balanceren dat het sturen eigenlijk maar klapjes geven is. Maar dit is het Tijnse. We gaan nog even kijken. Wel goed, gewoon nog een keertje proberen. Heel goed. Ik wil een beetje focussen op de bezoeker en niet in het blauw hierheen kijken. Gulliver vaart nog even door. Daar is Super. Coaster Zandloper. Ook een van de snelle lopers. Een vintage coaster met een zeer behendige bemanning. Al jarenlang getraind op boot. Pas op middelbare leeftijd gunde zij zichzelf de Spacious Cuddy.